hartelijk welkom hier in de Statenzaal, waarin wij als Techniekpact bij elkaar komen. Techniekpact on tour. We hebben een enorme opgave. Gigantisch veel mensen die we nodig hebben. En het is van groot belang dat we daarin de samenwerking zoeken. En dit is vooral een bijeenkomst om elkaar te inspireren op goede voorbeelden van ja, waarom werkt nou iets wel en waarom werkt nou iets niet. En we hebben een grote markt waarop Technisch Noord-Nederland op dit moment elkaar ontmoet. En dat is ook heel erg gezellig en heel erg belangrijk voor het netwerk. En waar het natuurlijk vandaag ook om gaat is hoe kijken we naar de arbeidsmarkt? We hebben een enorme opkomst van mensen die betrokken zijn bij techniek, bij opleidingen, bedrijven, overheden. Zonder techniek gaan we de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, op het gebied van zorg, op het gebied van infrastructuur, op het gebied van mobiliteit, gaan we gewoon niet oplossen. Nee, we hebben zeker al een begin gemaakt. We hebben mensen met een niet-technische achtergrond geschoold naar de installatietechniek en die zijn ook daadwerkelijk aan het werk. Je ziet de wereld om ons heen verandert. We doen zelf nu bankzaken, we boeken zelf onze vakantie. Vroeger hadden we daar banken en een reisbureau voor. En dat heeft natuurlijk heel veel werkgelegenheid gekost. Nu is het zo dat iedereen zit op zijn eigen eilandje. En wat wij doen is bruggen slaan tussen al die eilandjes en laten partijen samenwerken. En daardoor komen mensen aan het werk. De Limburg-aanpak houdt in dat er een projectleider is die aanspreekpunt is voor de ondernemer, maar ook voor de gemeente en voor de kandidaten. En die kandidaten, dat waren allemaal mensen uit de bijstand. En de kunst was natuurlijk om zowel de ondernemer te verleiden, als de gemeenten te verleiden, als de kandidaten te verleiden om daaraan mee te doen. Nou, de uitdaging was 200 of 300 bijstanders. En we hebben er uiteindelijk 1200 en zoveel geplaatst. Ja, geweldig succes. Wat we doen is al het werk wat loskomt uit de aardbevings- en herstelwerkzaamheden. En we hebben gezegd, ja, dat moet niet alleen maar een technische operatie zijn, maar er moeten ook mensen voor aan het werk kunnen komen. Mensen in onze regio. Daar zijn wij dan de intermediair in, om die te vullen met geschikte kandidaten en daar eventueel scholing op maat bij te bieden. Ik ben van de Gap Academy en dat heeft als doel de kloof te dichten tussen onderwijs en bedrijfsleven en kandidaat en functieprofiel. En wij werken daarin heel nauw samen met gemeentes, onder andere de gemeente Stadskanaal met wie we hier samen staan vandaag. Dus echt het samen, korte lijntjes, veel contact over de kandidaten. Ik denk dat het wel een succes maakt. Ik werk namens het Servicepunt Techniek in Drenthe en dat is een samenwerking van sociale partners, UWV en de gemeente. Wij zijn de verbinder en de makelaar tussen de werkzoekende en het bedrijfsleven. En mis je dan nog skills, kom bij mij terug en dan gaan we kijken hoe we dat kunnen invullen. Heel veel mensen hier ken ik al, maar ik heb toch vandaag alweer 6 afspraken in mijn agenda gepland. Je komt elkaar weer tegen. Welke projecten gaan jullie draaien? Kunnen we mensen uitwisselen? We hebben het al over nieuwe RIF-aanvragen waar we graag een bijdrage in leveren. Dus mijn agenda is nog niet vol. Ga aan de bedrijven vragen wat voor opleiding ze willen en ga dan naar een school. En dat je echt richt op wat studenten zouden kunnen, dat je veel meer bereikt. Dus onderschat ze niet. Alle betrokkenen zeggen van het is toch doodzonde dat er en heel veel werk is, maar nog te veel mensen langs de kant staan en dat moeten we bij elkaar brengen.